Goedendag en welkom bij het COVID-19-journaal voor vandaag, vrijdag 14 januari. Ook vandaag starten wij deze uitzending met de cijfers op de COVID-19-dashboard. Het afgelopen etmaal zijn er 1177 swabs afgenomen, waarvan 296 personen negatief bleken te zijn en 885 mensen zijn positief getest. Dat brengt het aantal geteste personen op 75,2%. Twee personen hebben het leven gelaten, waarvan één in het academisch ziekenhuis en de ander in het regionaal ziekenhuis Wanica. Het aantal doden voor deze maand staat nu op 14. Vanaf de pandemie zijn intrede deed, zijn er in totaal 1203 mensen gestorven aan COVID-19. Het reproductiecijfer staat op 1,5. Een stijging is te merken op de intensive care units. 8 zieken worden 1x24 uur gemonitord, terwijl 79 COVID-patiënten in de ziekenhuizen worden verpleegd. Ook weer een enorme stijging. Gisteren, donderdag 13 januari, werd het parlement in de gelegenheid gesteld vragen te stellen aan de regering over de actuele COVID-19-situatie in Suriname. Minister Amara Madin opende zijn spreekbeurt met een korte presentatie over het COVID-gebeuren vanaf de pandemie zijn intrede deed in 2020. We nemen u mee naar dat moment. Zoals u hier kunt zien, voorzitter en geacht college, is het een overzicht van het aantal overledenen ten gevolge van COVID-19 per maand sinds april 2020, dus sinds de eerste persoon is overleden. En zoals u kunt zien, ziet u daar vooral in de derde en de vierde golf in Suriname, waarbij daar de meeste slachtoffers zijn gevallen ten gevolge van COVID-19. We hebben de cijfers van december gezien, 22 overledenen, waar wij uit de vierde golf aan het klimmen waren. En voor januari 2022, 10 overledenen tot 15 januari. Wat wel belangrijk is, en u gaat het zo meteen weer terugzien, dat wij voorzichtig mogen concluderen, eigenlijk met zekerheid, dat vaccineren wel beschermt tegen sterfte. En daar kom ik zo meteen terug. Dit is een beetje op dagbasis. Ook die golven zijn daar duidelijk, de eerste, tweede, derde, vierde. En u ziet eigenlijk bij die vijfde golf met zoveel cases, nu 8000 sinds de stijging, dat het aantal overledenen niet zo schrikbarend is als eerder. U ziet hier het aantal testen die zijn uitgevoerd bij COVID-19 diagnostiek en daarmee gekoppeld ook het positiviteitsgehalte. En u ziet in de maand september 2021 hebben wij een record gehaald, dat was bij de derde golf. En in januari zitten we nu al op de helft van de maand. En wat ik denk, en als we kijken naar het aantal testen dat we dagelijks verrichten, dat we tegen het eind van januari ergens ook zullen zijn tegen het niveau van september 2021. Op dit moment zijn er 15.700 verricht testen voor de maand januari. En we hebben een percentage van 46,7%. Voorzitter, dit zijn de resultaten van onze laatste genetic sequencing, waarbij geel delta is. U ziet dat delta lang de enige variant in Suriname was. En is de laatste batch die is weggestuurd op 1 januari. Hadden we materiaal verzameld van de laatste week van december. En u ziet dat de eerste cases eigenlijk van materiaal was van 24 december. En dat daar duidelijk Omicron aanwezig en aangetoond is. En op dit moment Omicron de dominante variant lijkt te zijn. Aan de presentatie van de minister is af te lezen hoe zorgwekkend de situatie is in ons land. Vandaar dat steeds gevraagd wordt om zich zo spoedig mogelijk te laten vaccineren. Intussen is het alom bekend dat de Omicron variant de dominante variant is. Epidemioloog Ingrid Krishnadat geeft ons een update over de Omicron variant. We hebben de samples van december weggestuurd om te kijken of het Omicron virus inderdaad al hier is geïntroduceerd. We hadden een sterk vermoeden, want vanaf de 24e zagen we echt heel veel, heel grote toename, zoals we overal in de wereld zien. En overal in de wereld zagen we ook dat dat gerelateerd was aan het Omicron variant. En dat werd dus ook bevestigd.
De samples die we wegsturen, die gaven dus aan dat vanaf 24 december het eerste positieve geval ertussen was. Dus we hebben daarna, zagen we dus die dagen daarna, zag je wat meer Omicron gevallen. Maar ik moet ook aangeven dat jammer genoeg een aantal samples verpest waren of zo. Het was iets misgegaan, waardoor we niet van allemaal hebben. En dus we eigenlijk, maar we hebben dus voldoende om te weten, om te kunnen zeggen, er is Omicron in Suriname definitief. We kunnen ervan uitgaan dat het de dominante variant is. Eigenlijk kan ik dat met 100% zekerheid zeggen zelfs. In de paar samples die we terug hebben gehad, hebben we wel gezien dat de dominatie overnam. Dus we hadden daarvoor een hele grote deltagolf. En we zagen dus dat Omicron erin kwam, de 24ste. En dus het aantal delta-positieven werd minder en het aantal Omicron-positieven werd meer. Ik moet wel vermelden dat die delta-positieven die we hebben gezien in die batch eigenlijk allemaal van de ernstig zieke of de gehospitaliseerde gevallen waren. De gevallen die positief waren in die batch die we hebben gestuurd in december waren milde gevallen. Dus de Omicron-gevallen waren toen mild. Het is een variant of concern, want een variant of concern heeft een aantal karakteristieken. 1. Het maakt mensen ernstiger ziek. Of 2. Het is verspreidt zichzelf veel sneller of beide. Het Omicron variant verspreidt zichzelf verschrikkelijk snel. We zien dat gewoon in de cijfers vandaag. We hebben de afgelopen dagen duizend gevallen per dag positief getest. En dat wil niet zeggen dat ze allemaal op die dag ziek zijn geworden. Een paar ervoor, een paar et cetera. Maar, en we kunnen er ook van uitgaan dat we niet iedereen hebben getest, want ja, er zijn een aantal punten waar getest kan worden en die mensen kunnen maar tot zo laat werken of er zijn maar zoveel testen. Dus tot een bepaald, ik denk dat 1000 naar het schijnt het maximum is dat we hebben kunnen halen. Maar gelukkig waren er gisteren 800 zoveel, dus misschien is dat al een stukje minder. De piek van de Omicron die bereiken we ongeveer nu in deze periode. Misschien hebben we hem eigenlijk al bereikt, want ik weet niet of die afname van gisteren is omdat er geen testen waren of is omdat er een echte afname was of is omdat mensen niet meer gaan testen, dat weet ik niet. Maar het is wel rond deze dagen dat je dus de piek hebt. De symptomen van de Omicron variant variëren van verkoudheid tot pijn in de keel. Er lopen zelfs mensen rond die helemaal geen symptomen hebben, maar wel dragers zijn met het virus. Vandaar dat de verspreiding met de Omicron variant veel sneller gaat. Vandaar nog eens de oproep, laat je vaccineren en laat je ook boosteren. Het Omicron variant schijnt dus een hoger aantal mensen te hebben die dus zonder klachten zijn en wel besmettelijk zijn. Dat heeft een recent onderzoek uit Zuid-Afrika, heeft men dus gevallen vergeleken die nog niet gevaccineerd waren en besmet waren en getest. En men heeft dus in die asymptomatische, dat wil zeggen mensen zonder klachten gezien, dat er meer Omicron mensen waren zonder klachten. Wat ik daarmee wil zeggen is dat je vaak niet eens weet of je ziek bent, maar wel besmettelijk. En daarom is het ook zo dat het zich waarschijnlijk sneller verspreidt. Dus omdat een hele hoop mensen rondlopen die niks voelen, niks zien, maar wel verspreiden. Dus dat is een factor die waarschijnlijk te maken heeft met de snelle verspreiding. Maar ook is bij het Omicron virus dat men meer bovenste luchtweginfectieklachten heeft. Dus dat men eigenlijk meer griep- en verkoudheidsverschijnselen heeft. Keelpijn is vaak, heb ik bij mensen veel gehoord zelf hier. En dat heb ik ook veel gelezen. En dus eigenlijk, vaak heeft men heel lichte verschijnselen. Maar vergis je niet, het blijft een virus die ook mensen erg ziek kan maken. En natuurlijk mensen die zwakker zijn, mensen die dus onderliggende aandoeningen hebben, mensen die ouder zijn, et cetera, die worden natuurlijk sneller en makkelijker ziek. We weten allemaal dat als een baby geboren is en je bent verkouden, nee, go na baby. Je blijft buiten staan. En precies zo, als je verkouden bent en je hebt iets, het kan dus corona zijn, maar het kan ook een gewone verkoudheid zijn die iemand die erg zwak is, ernstig ziek kan maken. Dus blijf uit de buurt van die mensen. En als je zelf iemand bent van waarvan je weet, ik ben een beetje zwak, ga je booster halen, ga je vaccineren.
Want jij loopt het risico om dood te gaan en ernstig ziek te worden, al is het Omicron. Sinds de pandemie zijn intrede deed in Suriname, zijn wij geconfronteerd geraakt met verschillende varianten. Zo hadden we de Engelse variant, de Zuid-Afrikaanse variant, de Manaus variant, de Delta variant en nu de Omicron variant. Wil zijn presentatie laat de epidemioloog zien hoe de varianten veranderen. Als we kijken naar, dit is Zuid-Afrika, waar Omicron als eerst naar voren is gedingest. En we zien dat in een korte periode die hele Delta-golf is geweest. Dus je had eerst in Zuid-Afrika de gewone COVID. Daarna had je die Zuid-Afrika-golf gecombineerd met Engeland. En daar in het derde, dan zie je eigenlijk alleen maar, dit is allemaal Delta. En dan is bij hun was Delta helemaal weg. Bijna helemaal weg. En toen hebben ze Omicron gehad. In Engeland zie je dat men dus die gewone COVID had. Toen begon men met die Engelse variant. En uiteindelijk is die niet eens goed weggegaan, maar dan kwam die Delta er bovenop. Delta was sterker dan Alpha. Alpha is die Engelse. En hij verschoof hem dus. Maar uiteindelijk zag je die grote golf, dat is Omicron. En daar had je dus eigenlijk nog minder Delta en meer Omicron. Je ziet dus eigenlijk een verschuiving. En dit is dan Frans-Guyana. Wij lopen bijna altijd in de schaduw van Frans-Guyana. En daar had je dus ook eerst dezelfde golven als in Suriname. We hadden eerst de gewone COVID. Daarna kreeg je de Alpha-golf. Bijna samen met de Gamma-golf. De Gamma-golf is de Manaus-variant. En de Gamma-golf was sterker dan die Engelse variant. Dus die heeft in Suriname overgenomen en ook in Frans-Guyana. En die gaf dan eigenlijk de outbreak. Maar je ziet, hij bleef eigenlijk klein. En dan zie je ineens aan het einde, pas nu, zie je ook in Frans-Guyana, die Omicron-outburst. In Frans-Guyana heeft men waarschijnlijk betere testfaciliteiten en dergelijke. Want men heeft daar tot 4000 zoveel gevallen per dag kunnen testen. En het is dan Suriname, de golven van Suriname, dus wat je me vroeg. We hadden eerst de gewone COVID, daarna had je die Alpha variant, of het begon. En hier in deze periode, maart tot en met augustus, had je dus die Gamma, die Manaus variant in die periode. Toen waren we allemaal dingen. En daarna kwam die verschrikkelijke Delta. Die heeft dus eigenlijk nog meer problemen veroorzaakt. En daarna zien we dus eigenlijk die Omicron. Waarom is het belangrijk om naar die golven te kijken? Omdat in elke golf je dus mensen hebt die ziek worden en mensen die zijn gevaccineerd. Maar die mensen die daar al ziek zijn geworden, hebben veel en veel minder kans om weer ziek te worden. Want ook als je ziek wordt, dan bouw je ook weerstand op. Maar zowel vaccinatie als mensen die ziek zijn geworden, hebben het probleem met waning immunity. Dat wil zeggen dat na een tijdje weerstand weer is als in 2019. Dus daarom zeg men, ga booster halen en ga vaccineren. Want dan hou je het een beetje op peil. Maar we zien, maart, september is pas geleden. Die waning immunity is meestal na 6 maanden zo dat mensen minder weerstand hebben. Dus de meeste Surinamers, of heel wat Surinamers, hebben een beetje weerstand om niet in het ziekenhuis te belanden. Dus dat is wel ze zijn al in het ziekenhuis beland, de Delta eigenlijk eerder. Isoleer jezelf bij elk verschijnsel. Haast je niet om naar de winkel te gaan om een test te halen. Want precies daar besmet je een heleboel andere mensen. Mocht je een verschijnsel hebben, ga er dan vanuit dat je besmet bent met de Omicron variant. Mensen die nu klachten hebben, zij het lichte klachten, als je niet in staat bent je te laten testen, ga ervan uit dat je besmet bent en dat je Omicron hebt. Ga ervan uit. Dus begin je te isoleren als je al op je positieve of een negatieve test. Want ook soms kan een test fout positief of negatief zijn. Dus isoleer je gewoon zelf. Ga niet op straat om test te kopen. Isoleer jezelf. Blijf gewoon thuis. Blijf gewoon thuis totdat je geen verschijnselen meer hebt. En dan nog een dagje daarna. En dan heb je dus meer kans dat je minder mensen ook ziek maakt.
Let erop dat je je buurman, je buurvrouw, je vader, je moeder niet ziek maakt. Dat is eigenlijk waar je op moet letten. Dus let gewoon op je eigen klachten en blijf afstand houden, blijf je mondkap dragen. Blijf in geventileerde omgevingen werken en dingen. Dan komt het wel goed. Blijf dus in je huis bij elk verschijnsel. Zo alleen zorg je ervoor dat niet meer mensen besmet raken en kunnen we daardoor spoedig uit deze golf. Laat je vaccineren en laat je boosteren. We zijn aan het eind gekomen van het COVID-19 journaal. Ik wens u een fijn en veilig weekend toe. Tot de volgende keer.